Hallo dames en heren kijkers, ik ben Evert ten Apel en ik ga deze wedstrijd voor u verslaan met Jurie Mulder. Ja Evert, ik heb er zin in, want het wordt een geweldige wedstrijd denk ik. De scheidsrechter kijkt op zijn klok en Ajax mag gaan aftrappen. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. De trainer kiest voor 4-5-1, dat ook erg verdedigend. Dat is erg verdedigend, Evert. Alleen twee iets aanvallendere middenvelders. En ja, die zouden misschien voor wat extra gevaar kunnen zorgen. Maar voor de rest is het een vrij verdedigende opstelling. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Het elftal speelt vandaag 4-3-3. Daar worden wij Nederland. Giovanni Sio! Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Het was een hele behoorlijke kans van die afstand. Het publiek schaart zich achter de thuisploeg in de hoop dat ze zich herpakken. Ze maken het. Die wordt vrijgespeeld in de diepte. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en ja, dan krijgen we een corner. Hij kiest ervoor om de bal. Matthijs de Ligt. Die kopbal leek erin te gaan, maar heel goed gekiept van die doelman. Schöne, Hakim Ziyech, een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Die gaat het stadion uit. Cheikh Doucouré. De bal gaat mooi rond. Ze vertrouwen erop dat er een keer een gaatje valt. De Jong. Kans op een treffer hier voor Ajax. Ziyech. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jurie. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. En dat was de eerste. Giovanni Sio. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Dolberg speelt de bal weer terug. Bal in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Overtreding, vrije trap. Nu terugleggen. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. We ons na afloop nog zullen herinneren. Dolberg. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Die paas wordt onderschept. Op dit niveau mag je toch verwachten dat ze een bal in de voeten van een medespeler kunnen schuiven. Ze strijden om de bal. Nicolas Taliafico. Tadic. Hier is Kone. Serge Aurier. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Die is doorgebroken. Is dit de gelijkmaker? Dat lijkt een prima steekpaas. Doelpunt! De wedstrijd is weer in evenwicht. Het zou me niet verbazen als ze nu overeen gaan. Van de Beek. De Jong. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Schöne. Dolberg. Terug bij Ziyech. De tegenstander kan de bal onderschepen. Die ging hard. Een koud kunstje voor de keeper.
Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. De trainer zal zich verbijten dat er niet is toegeslagen in de omschakeling. Cheikh Doucouré. Dat paasje biedt mogelijkheden. Ik had meer verwacht van deze aanval. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Dolberg. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Giovanni Sial. Er ligt ruimte aan de zijkant. Goed getackeld hoor, maar het is wel een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Zo is dat even een belangrijke verdedigende ingreep. Ik telde hem al. Ja, als die bal niet werd geblokkeerd, was hij er zeker in gegaan. Ja, goede verdedigende actie. Max Selling. Schöne. Van der Beek. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Traoré. Schöne. Dolberg. Geweldige snoekduik. Kiepertje, kiepertje, toch heeft die bal zo weg. Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Serrédier. Schöne. Van der Beek. Nusayir Mazraoui. De bal komt voor het doel. Dat leek een goede paas, maar helaas. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Die bal lijkt op maat. Ai, wat een belabberde paas. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Giovanni Sial. Nou, daar zullen zijn ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Giovanni Sial. Goed gedaan van de doelman. De eerste helft is gespeeld. Stand is 1-1. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden en we kunnen dus weer van start. Hij is er vandoor. Die wordt weggestuurd. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex, Evert. Schitterend om te zien. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Het wordt druk in het 16 meter gebied. De bal wordt voor het doel gebracht. David Neres. Fantastische kopbal, maar de keeper zat er goed bij. Traoré. Over de flank gepaast. David Neres. Hakim Ziyech. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. De lage mogelijkheden, uitstekend gezien. Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Doelpunt! Daar delen ze toch even een tikkie uit hoor, aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden, maar het verschil is maar één doelpunt. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat.
Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Hakim Ziyech. Dat lijkt een prima steekpaas. Dit is de kans op de gelijkmaker. Dat wordt een hoekschop. Met deze goal kwamen ze aan de leiding. Ivory Coast. Coming off the pitch. Nummer 15. De bal wordt in de 16. Daley Blind. Daar reageert die keeper alert op die kopbal hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Paas vindt zijn man. Giovanni Sio. Daar heb je bijna een steekbal. Maar de tegenstander weet het gevaar eruit te halen. Nicolas Tagliafico. De tegenstander zet hoog druk. De bal is nog aangeraakt. Inworp. David Neres. Schöne. Nusair Mazraoui. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Hakim Ziyech. Die sliding lijkt me een gele kaart waard, scheidsrechter. Daar krijgt hij geel voor. Kaart en vrije trap op een goede plek. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Die bal ligt op een lekkere plek voor een specialist. Komt hier de gelijkmaker aan. Schöne! Vol op de lat. Een paar centimeter kan het verschil zijn tussen de gelijkmaker of niet. Dat blijkt me weer eens. Met gevolg gegeven. De aanval loopt spaak. Lasse Schöne. Goeie paas weer. Een puike wedstrijd speelt hij deze man. Hij raakt hem nog aan en dus krijgen we een hoekschop. Het team dat aan de leiding gaat komt met een wissel. Zo willen ze het overwicht behouden en hun voorsprong veiligstellen. Knap gered hoor, maar het blijft opletten geblazen. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hakim Ziyech. Prachtige tackle. Goed verdedigend werk, maar wel een inworp voor de tegenpartij. Jonathan Kodja. Overtreding, vrije schop. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Die voorzet is een prooi voor de verdediging. Die had veel dieper gemoeten. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Die paas wordt doorzien. De Jong. Oei, dat was bijna de gelijkmaker. Maar die bal gaat er net niet in en dat scheelde weinig. Dat was mooi gedaan, Evert. Als ze zo verder gaan, dan zie ik de gelijkmaker nog wel vallen. Hakim Ziyech. Wat een ambiance, he. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Weer geel en die moet eraf. Ja, en dat was de tweede. Hakim Ziyech. Hoog druk zetten van de tegenstander.
De bedoelingen zijn duidelijk. De bal. En dit is dan de gelijkmaker. Ja, hij scoort hem. Ja hoor, het staat weer gelijk. Ja, geweldige kans van dichtbij. Ja, die had hij niet mogen missen. De stand is weer gelijk. Een fantastische wedstrijd. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. David Neres. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Cheikh Doucouré. Traoré. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat. Deze sliding gaat hem een gele kaart kosten, denk ik. Lasse Schöne. Dolberg. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Het balletje wordt lekker rondgespeeld. Al leidt dat vooralsnog niet tot gevaar. Die bal is voor de keeper. Nog slechts 4 luttele minuten te gaan. En naar de keeper. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Vlak voor het einde nog een grote kans om alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. Bal midden voor het doel. Tja, zo goed was hij ook weer niet. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. En hij geeft de bal terug aan de keeper. We hebben nog maar 1 minuut te gaan. Het blijft vandaag bij een gelijkspel. En met al die schoten op doel zou je toch verwachten dat ze deze wedstrijd zouden gaan winnen? Ja, ze hebben duidelijk meer kansen gehad. Ja, goed, ze hebben er gewoon veel te weinig mee gedaan. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Jury, maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Nou, hij was vandaag onmisbaar voor zijn ploeg, Evert. En was zelfs verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Dat was echt een goede wedstrijd van hem. Kijkers thuis, welkom in het stadion. Ik ben Evert ten Apel en ik stel u voor aan mijn mede-commentator Jury Mulder. Dank je, Evert. Laten we hopen dat we vandaag een mooie wedstrijd te zien krijgen. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Wie 4-5-1 zegt, denkt meteen aan een heel erg defensieve formatie. Maar is dat zo in dit geval, Jury? Nee, het middenveld staat vrij hoog en zodat er snel druk op de steun zijn voor die ene spits. Daar komt een uitgelezen kans aan om de voorsprong te pakken. Het wordt een hoekschop voor Liverpool. Hij kiest voor een bal in de 16 meter. Zo maak je een corner onschadelijk. Dit kan heel interessant worden. Liverpool gaat natuurlijk voor de winst. Maar ze moeten er vooral niet van uitgaan dat het een eitje wordt. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Nicolas Tagliafico. Er wordt snel druk gezet. Heeft hij genoeg tijd om die bal af te maken? Daar is het eerste doelpunt van dit duel al en dat is rap, Jury. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Goed gedaan, mooi doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanvaller. En die wisten wel raad mee. Het eerste doelpunt van vandaag.